Allee, 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 daar zijn we weer, Bed First Challengers, boys! We zijn eindelijk toegekomen aan de finale, Dave, en we hebben er ontzettend veel zin in. Welkom, dames en heren, appels en peren en alles wat er tussenin zit. Bad boys, what you gonna do? Marokko, daar wil ik het eerst met je over hebben, is eruit. Ze spelen nog voor de derde en vierde plaats. Zeker, maar wat vond je van de wedstrijd tegen Frankrijk? Was het kansloos, was het niet kansloos? Nee, daar hebben de Marokkanen zich wederom van hun beste kant laten zien. Ja. Want een vroege tegengoal, dan denk je nou, dit is gedaan met Marokko. Weet je, dit kunnen ze niet, nu moeten ze gaan aanvallen, het spel gaan maken. En ze spelen geweldig voetbal, creëren kansen en ja, in mijn ogen verdienen ze vlak voor rust de 1-1. Ja. Die ze niet krijgen. Ja, dat is de omhaal van El Yamin. Ja. De bal op de paal. Ja. Dat was eeuwig zonde. Maar uiteindelijk denk ik wel terecht weerspiegeling van de wedstrijd. Het is gewoon heel simpel gezegd. Frankrijk is gewoon individueel op elke positie beter. Behalve op één. En dat is die nummer 8 van Marokko. Dat is misschien appels met peren vergelijken. Maar ik vind dat wel de revelatie van dit toernooi. Hè? Ja. Wat een speler is dat. De man is zo dun. Moet zo douchen, anders gaat hij door het putje. Ja, de Belgen kennen hem nog niet. Waar gaat deze man naartoe? Want wat is hij zelfverzekerd aan de bal, hè? Ik denk dat de hele wereld aan jou doet. Nee, ja, dat kan toch natuurlijk niet. Natuurlijk kan het wel. Op het hoogste niveau, dat is net met Noppert van Nederland. Op het hoogste niveau, als je daar weet te presteren, op zo'n manier als hij doet, dan kan hij overal spelen. Punt. Maar gaat er dan iets mis met het scoutingapparaat bij de clubs? Ik kan me voorstellen dat je Anger Unai even over het hoofd gezien hebt, denk ik. Dus ik vind dat wel dé revelatie van dit toernooi. En Amrabatje natuurlijk, met de sliding tackle. Wat vonden we daarvan? Ik denk dat Mbappé dacht dat hij hem al kwijt was. Ja. En toen kwam hij nog even terug. Ik denk wel Frankrijk, terechte finalist. Jammer voor de Marokkanen. Ze hebben het fantastisch gedaan. Maar gaan voor de derde, vierde plaats. Tegen Kroatië. Trouwens, die goal die eruit kwam van Mbappé, zeg maar. En die invaller, die nummer 12 was het, geloof ik. Ja. Daarmee hebben alle rugnummers op het WK een doelpunt gemaakt buiten de keepersom. Dat is toch grappig? Dat is een leuk feitje. Ja, dat kon je denk ik niet omzetten, maar nee. Dat is wel maar hoe bedoel je? Van 1 tot en met? Ja, tot en met 26, maar dan de rugnummers van de keepers niet meegenomen. Ah, wat mooi. Ja, toch? Bad boys, what you gonna do? Kroatië tegen Marokko, om de derde en vierde plaats, om de keizersbaard. Ja, wordt daar nog gespeeld om messen geslepen? Of zijn de Marokkanen, liggen die dood en de Kroaten denken van... Ik ga weer lekker naar mijn familie toe. Ja, deze wedstrijd. FIFA, schaf hem af. Ja? Tuurlijk. Ja, hè? Dit wil je niet spelen. Die spelers zijn op, die zijn gesloopt, die zijn mentaal gebroken. Brons is wel mooi. Ja, je hebt daar nog wat, bedoel je? Ja. Ja, ik denk dat het voor die Marokkanen misschien nog wat meer waarde heeft. Ja, fantastisch, ja. Dan voor de Kroaten. En ja, misschien dat na de teleurstelling dat ze zich nog even kunnen opladen voor deze wedstrijd. Ga je andere spelers zien? Zowel bij de Kroaten als bij de Marokkanen? Ja, ik acht die kans wel heel groot. Ja. Saïs gaan we in ieder geval niet meer zien. Jongen, dat vind ik wel falen van de trainer ook. En van de speler. Dit is eigenlijk scheid aan het land hebben. Dit is individueel. Hij kiest voor zichzelf. Ik wil spelen. Ja. En hoe die erbij liep, Het was gewoon de 2-0 geweest, hè, van Giroud. Ja, dan was... Zo'n claro geweest. De wedstrijd in de tas. Is het uiteindelijk ook geworden, claro, maar dat kan niet. Ik ga volle bak voor Marokko, die de derde plek pakt. Helemaal in emotie, maakt me niet uit. Van 2:10 naar 2:35, speciaal te spelen bij BetFirst. Als je het ook voelt, als je het ze gunt, speel hem dan met me mee. Want als één man moeten we erachter staan, het zou toch prachtig zijn als ze hem pakken. Dat is de emotie, Better. Maar waar ga jij voor? Dat beide teams gaan scoren, omdat ik verwacht dat ze gehavend en mentaal... allebei een tikkie hebben gehad en dat het een wat openere wedstrijd wordt dan dat je normaal kan verwachten bij Marokko en Kroatië. Dus ik zie beide teams scoren in deze wedstrijd. Lekker zeg, hé. Mooi tikkie. Dan gaan we nu naar de grande finale. Argentinië tegen Frankrijk. What a game. Ja. Mbappé tegen Messi. Ja. Po. Bad boys, what you gonna do? Het is de koning tegen de kroonprins. Ja, dat is niet normaal. En zal de kroonprins de koning onttronen? Och, dat is tegeltjeswijsheid. Diva. Messi heeft laten zien met die ene actie die hij gaf op Alvarez... dat het de absolute koning is. Een WK-moment wat je dan voor altijd bij zal blijven. Zo. En die nu ook nog eens achter zijn naam kan schrijven. Ja. Weet je, Maradona had natuurlijk de solo in 86. Ja. Die iedereen nog onthoudt. En Messi heeft nu ook... En wel mindere actie uiteraard, maar hij kwam wel enigszins in de buurt. Op zijn leeftijd, tegen de beste verdediger van het toernooi, wordt gezegd, Kvaratskhelia.
Nou, speel maar eens op met zo'n masker. We hebben Son zien spelen met een masker. Nou, dat was dramatisch. Maar Kvaratskhelia flikte het gewoon. En die werd even in de luren gelegd. Ja, niet alleen bij die actie, hè. Die is nu nog steeds dronken van het zoeken naar Messi. Ja, die is straalbezopen. Argentinië-Frankrijk, Dave. Wat gaat dat worden voor titanenstrijd? Heel moeilijk te voorspellen, maar daarvoor zitten we hier toch? Ja, we zitten hier om te voorspellen. Bert First heeft gezegd, jongens, hey, daag ons uit. Ga maar zitten en vertel me wat het gaat worden. Poeh. Ja, ik ben benieuwd. 4 jaar geleden stond Mbappé ook op in de finale. Heeft hij gescoord. Stel, hij doet dat nu weer. En Frankrijk wordt wereldkampioen. Dan heeft hij in 2 WK-finales op rij gescoord. 2 wereldtitels in het zakkie op zijn 23ste. Ik weet niet waar jij was op je 23ste. Dan heb je wat bereikt, hè? Ja, dan heb je echt wel wat bereikt. Gaat iets flikken. En aan de andere kant is het natuurlijk Messi die de kroon op zijn carrière kan zetten. Ja, ik zit alleen te denken, als we die 2 ploegen nou naast elkaar neerzetten, dan neig ik toch wel meer qua kwaliteit naar Frankrijk. Ja. Maar ik ben emotie tot en met. En ik zou het zo mooi vinden als Messi en jij ook die Coupe du Monde in zijn handen houdt en het zelf beslist, dat ik gewoon daarvoor geld over heb om daarin mee te gaan. Ik heb dat gewoon aangevraagd. Ik zeg, Bet First, challenge. Heb jij zitten bouwen? Ik heb zitten bouwen. Ik denk, steentje voor steentje. Dit moet het worden. Nou, ik ben heel benieuwd. Gooi maar op tafel. Volledig gebaseerd op Argentinië en op Messi. Ik zeg, Messi scoort. Messi schiet minimaal 2 keer op goal. Zie je een vrije trapje, zie je een pingeltje. Zie je een actietje van binnen naar buiten. Poef. En Argentinië wint, niet van 65, na 6,75 keer je inzet. Zo. Is gewoon een bedbeeldertje in de emotie. Jawel. En we gaan hem zetten ook. We gaan hem spelen. Dave, doe je met me mee? Nou, ik vind dit wel een gewaagde bed, maar ik ga ook een keer mee in de emotie en ik zet hier ook gewoon een tientje op. Omdat het een leuke kwartering is en ik heel erg hoop dat dit gebeurt. Maar wat ik echt denk dat gebeurt is dat Mbappé gaat scoren in de finale. Maar laten we even uitzoomen op het feit, of inzoomen op het feit, dat jij echt een Messi-lover bent. Als Messi jou zou bellen en zou zeggen, Dave, wil je met mij naar de bioscoop? Daarna eten we wat lekkers. Hè? Hand in hand over de Champs-Élysées. Dan doe jij dat gewoon. 100%. Dan ga je met hem shoppen. Geen haar op mijn hoofd die daaraan twijfelt. Nee, toch? Nee. Naar welke winkels ga je dan met hem? Dan ga ik lekker naar LVT. Maar ja, dan ga je naar de Vuitton. Ga je dan ook macarons halen met hem? Macarons, zeker. En dan zo samen. Slotje ophangen bij de brug. Ik zie het voor me. Ja, dit is een lover, jongen. Niet normaal. Vanaf het eerste uur, hè. Dat hij dat haar al zo een beetje Volendam staat. Dat is in Nederland. Zo dat sluiken koepie. Nou. Maar dat even terzijde. Jij denkt dus dat Mbappé gaat scoren. Ondanks dat je zoveel houdt van Lionel Messi. Dus ik zit gewoon op 2 walletjes, hè. Ik ga met jouw emotie mee en ik zet gewoon in op Mbappé scoren. Maar jij zegt dus nu Mbappé. Ja. Maar ik ga iets geks doen. Ik ga voor die rechtsbuiten. Dembélé, ziel onder zijn arm. Heeft hij het lastig aan die rechterkant. Maar Deschamps is groot fan van hem. Speelt sowieso 60 minuten. Tussen de palen schieten. 1 schotje van Dembélé. Naar binnen, buiten. Tegen Molina staat hij. Tegen Martinez. Ik weet niet tegen wie. Maar dat gaat hij gewoon doen. Acuña of Tagliafico, denk ik. 2,35 wordt hij geboost. Meer, minder, nee. Dembélé schiet tussen de palen. Ik ga het voor. Ja. Nou, dan mag je dat alleen doen. Je gaat het niet ik doen? Ik ga het niet doen. Nee. Okay. Je heeft in 5 wedstrijden 1 keer op doel geschoten. Dus ik vind dat een te groot risico. Weet je wat wel grappig is? Als je ons zo hoort, dan denken wij dus wel dat het een open finale wordt. Dat het geen saaie wedstrijd wordt. Nee, dat denk ik niet. Nee. Ik denk dat het een hele leuke wedstrijd wordt. Omdat Frankrijk heeft in de laatste 12 wedstrijden maar 2 keer de nul gehouden. En dat was dan wel toevallig tegen Marokko. Maar die gaf ze ook wel veel weg. En Argentinië, die hebben natuurlijk de nul gehouden tegen Kroatië. En die scoren heel veel. En heel makkelijk. Ja, die hebben bijna elke wedstrijd 2 keer gescoord. Ja, klopt. Op Saudi-Arabië na. Ja, klopt. Dus helemaal tevens juist. Ik zie een leuke wedstrijd. Een hele leuke finale. Zin in. Bad boys. What you gonna do? Oh, we hebben een prijswinnaar. En we gaan een prijsvraag doen. Jawel, Quinten Le Pont. Jij hebt gewonnen. Jij hebt Messi goed geraden. Die zou gaan scoren. En ja, jij krijgt een shirt naar keuze. Wat moet je nou doen? Ga naar de Bet First Instagram en stuur even je gegevens en zeg dat je via onze video de prijs hebt gewonnen. En we hebben nog een prijsvraag. Jawel, en dat is voor de finale. Frankrijk tegen Argentinië. Gewoon weer een hele simpele vraag. Wie gaat er scoren deze wedstrijd? Dan maak jij kans op een shirt naar keuze. Het is gewoon, we geven het gewoon weg, jongens. Ja. Dus reageer even onder deze video. En zorg
dat je geabonneerd bent op ons YouTube-kanaal. Zeker. En als je meer tipjes wil ontvangen, check dan even de Bed First Challengers groep op Facebook. Ja. Want daar komen hele fijne tipjes voorbij. Zeker. En Rob gaan we in de kersteditie gaan we spreken. Dus zijn we heel benieuwd wat hij voor darttipjes heeft. En noem maar op. Ah, we hebben er zin in. We vinden het leuk geweest. Jongens en meisjes. Ciao. Arigatsi. Ciao.